Ja, na de wedstrijd van vorige week kunnen we toch wel bijna zeggen, circus. Zijn we neergestreken in Deventer op de Schecht. Heel veel mooie foto's hier. Ik vraag me alleen af waarom er weinig marathonschaatsers tussen hangen. God, die komen hier ook vandaan. En we gaan zo meteen beginnen met de wedstrijd voor de dames. Tweede wedstrijd. Naast me Linda Bouwens, oudrijster. Al moet ik oud even terughalen, want je reed zojuist nog de regio-top. Ploegleidster. En ja, natuurlijk meer dan insight. En liefhebber. En liefhebber. Zeker. Is dat belangrijk om ook liefhebber te zijn? Ik denk dat dat basis is. Ja. Hey, de hele gang is er, hè? Zeiden we net al voor de lol. Precies. Lola of Lola Brici daar is er. Janneke Ensing is er. Anne Taube, de winnares van de 200 is er. Gaat het dan een andere wedstrijd geven als vorige week in Amsterdam? Ik denk het wel. En ik denk dat er meer aangevallen gaan worden. En ik denk dat Ensing, Anne Taube, die willen altijd wel rijden. Dus ik ga ervan uit dat ze het goed gaan maken. Ik vorige week ook nog een valpartij gehad met erg, hè? Een aantal dames die ook gewond zijn geraakt, hechtingen en dergelijke. Discussie van de week was, het peloton is te groot. Ja, als ik mijn mening mag geven, dan zeg ik eens. Ja. Ja, zeker. Amsterdam is nog een brede baan, dus de meiden kwamen goed weg. Dus iets van langere baan rijden, weet ik niet wat er gebeurt. En 80 dames op 400 meter baan is gewoon veel. Ja, en we hebben nog een nieuwe dame erbij. Is erg interessant. Pien Kulstra. Oh, echt? Ja. Dat wist ik nog niet. Hele verbazend gezicht hier. Pien Kulstra is terug. Gaat rijden voor de ploeg voor A6 van Klaasine Seinstra. Afgelopen donderdag getest in, om het maar oneerbiedig te zeggen, in Heerenveen. Dat ging goed. Maar hij heeft natuurlijk een ongelofelijke staat van dienst. Hè? Zeker, dat meisje heeft zo'n enorm talent. Dat als die een half seizoen meedraait, dat ze voorin meerijdt. Ja, u zegt, dat heeft ze nog gedaan. Natuurlijk is ze heel druk geweest met duathlons, lopen en fietsen. En daar was ze zelfs internationaal heel goed in. Dus het is verwachtingsvol. Wat kan ze hier? Ik zie haar daar trouwens rijden. Ze heeft een zwart agripak aan. Net even anders dan de andere meiden van de A6 ploeg. Maar we houden het in de gaten. En als je ons even niet hoort, dan klopt dat. We zijn even bezig met een technisch mankement. Wacht even. Nou, nu hoor ik je fantastisch. Beter, mooi. Ja. Het was geen technisch mankement, dames en heren. Linda moest nog gewoon even hoesten. Een soort 1500 meter kuchtje. Ja, precies. Jouw laatste wapenfeit was dat je ploegleidster was, hè? Ja, tot afgelopen jaar. 3 jaar gedaan. Heel erg leuk. Soms is er even tijd voor andere dingen. Ja, de ploeg is ook opgehouden te bestaan, hè? Klopt. Beide sponsoren wilden ermee stoppen. En voor mij was het ook prima. De meiden konden ergens anders onderdak vinden. Dus dat was prima dat het zo ging. Ja, die hebben allemaal een nieuwe ploeg, hè? Ze hebben allemaal een nieuwe ploeg, ja. Hier zag u nog de laatste informatie die Elma de Vries gaf. Elma de Vries, hoort hij dan niet op het ijs? Ja, ze staat op het ijs, maar ja, ze is ploegleidster geworden. Mooi om te zien dat ze in een marathonschaats is gebleven. Ik had het stiekem ook wel verwacht. En ik denk dat zij langs de kant een hele goede is. Ze weet van de hoed en de rand. Ze heeft een enorm koers in zicht. Ze heeft enorm veel ervaring, staat van dienst. Dus ik denk dat de meiden blij met haar boven zijn. Ja, en ze traint ook nog gewoon mee, want ze moet aftrainen, zei ze. Maar in sommige fietstochten deze bij andere meiden nog gewoon pijn. Ik denk dat dat nog wel even gaat duren. Dan naar Jelle Oters die denkt van, ik ga nog even dansen op de muziek. Het is een DJ die behoorlijk wat geluid hier produceert. Oh, ik zie dat de dames van Laas Selector ook weer zijn. Vorige week waren ze alle vier niet. Nee, ze zijn nu met een mooie ploeg. Rix Meijer is er, Rosa Blokker. Lola Brici daar. Ja. Francesca Lola Brici daar. De grote Lolo. Mm-hmm.
Daarover later meer. Overigens is de zus er ook, de zusje. De zus mag niet starten. Oh, die is, natuurlijk. Ja, ja. Dat is nou, dan, dan hebben we het toch wel even over de kleine Jodobitsje daar afgelopen zomer tijdens het inleiden. Wedstrijden gecontroleerd en bleek vocht af te krijgen als die verboden zijn te hebben gebruikt. En dat betekent een schorsing. Ja. En die telt dan ook voor het marathon schaatsen. Het is weer een hele grote groep, Linda. Het is volle bak. Ad Mol, de hoofdscheidsrechter van dienst. Toch denk ik dat de dames nu wel iets ontspannender aan de start staan dan vorige week. De eerste wedstrijd is toch meestal iets nerveuzer. Ik denk dat er nu de stress er wel af is. Oh, Netflix, Team Netflix heeft een nieuwe pakken. Ja, in het blauw. Dat is mooi, de dames. Kijk, Janneke Enzing. Ja, Speelman Haak. Hij heeft twee keer op het ijs gestaan. Of iets dergelijks. Niet echt heel veel buiten. Ja. Natuurlijk een fantastisch wielerseizoen gehad. Zeker. WK, EK gereden? Ja, ook gevallen. En daardoor ook een aantal wedstrijden gemist. Mm-hmm. 80 rondes zometeen voor de dames. U ziet het oranje pak. Iedereen Schouten wist vorige week de wedstrijd te winnen in Amsterdam. Witte pak is voor Bianca Bakker, was vorige week derde. Maar ook nog leidend voor het jongere klassement. En dan is het een eindeloze ronde. Warm ronde. Ja, hoe heb jij dat zelf beleefd? Of hoe beleefde jouw dames dan als ze één ronde moesten rijden en die telden niet mee? En gewoon daarna nog 80 ronden zijden. Ja, we reden 81 ronden. Ja. Het is gewoon zo. Het is zo. Ja, je merkt wel dat het lekker is om even één rondje te rijden. Zonder dat er aangevallen wordt. Nog even inslag komen. Royal Ewer, ook met drie dames aanwezig. En dat was vorige week de dame die heel hard rekening in Kleiburger. En dat zorgde zo voor een optimale positionering ook voor Irene Schouten. Ja, dat doen ze samen perfect. Irene die de sprint kan pakken. En Karin die alle gaten dichtrijdt. En ook aanvalt, hè? Zeker. Karin wordt gekenmerkt door een, vind ik, een strijdluchtige rijster. Ze wil altijd rijden en ze kan ook altijd rijden. Emma Emmert, ja. Ja, je ziet ook gelijk Emma op kop, Iris erachter, dames die koers willen maken. Ja, en ook voor de klassementen rijden. Ja, al denk ik dat Emma toch dit jaar misschien wat vaker voor de wedstrijden zelf gaat. Vorig jaar derde in het klassement. Ja, heel veel derde. Maar ik denk dat als Emma echt op de wedstrijd zelf rijdt en iets minder op het klassement, dat ze misschien, ik hoop voor haar ook, vaak podium kan rijden. Iris van der Stel, de dame die samen met Tjeer de Bennis, die zich voor hem melden. En indicatie, rondetijden op dit moment in de 32 seconden. Het ijs zit er overigens goed bij. Het is fris en het is hard ijs. Komen er dan andere rijtjes naar voren als het ijs zo goed is? Ik denk als het echt snel ijs is, dat je wel andere type rijsters hebt. Iedereen Schouten nu zelf aan de leiding. Jessica Merkers. Ja, Jessica Merkers is een belangrijke kracht in die ploeg. Alleen die viel vorige keer en heeft de finale niet meegemaakt. Klopt, was jammer. Veel buitenlanders, ook zeker bij de mannen. Volgende week zien we Bart Swings weer, als het goed is. Kijk. We hebben Lee nog, die in de opbouwfase zit. We hebben Jero, maar bij de dames natuurlijk ook. Ja. Zal Lee vanavond starten? Lee, nee, die is nog niet fit. Ze denken nog een week of drie.
Kleibeuker. Kijk, je ziet daar links in beeld Iris rijden. En het zou zomaar kunnen dat hij toch straks weer naar voren komt. Overigens zit het tempo nu vrij hoog. Cabine kop. Maar daar is 31-1 in de ronde. Kijk, niemand wil overnemen. Zie je, je ziet dat Karine kop rijdt en het gaat zo hard dat er rijden het even laten om over te nemen. Juist, ploegen. Worden van tevoren wel afspraken gemaakt van joh, zullen wij vandaag samen eens een keer op stap gaan? Nee, ik heb dat weinig meegemaakt, ploegen onderling. Terwijl je wel goede rijders had, rijders had in het... Ja, de dames zelf wel. Je kan er altijd twee wegsturen. Je zag dat heel vaak in de paletformatie, die 2-on-2 aanvielen. Francesca Lollobrigida ja, daar nu. Iedereen reageert gelijk. Een multitalent, hè? Wereldkampioen, Europese kampioen op de inline skates natuurlijk. En, ja, zij is zo enorm sterk. Won vorig jaar volgens mij op één na alle wedstrijden die ze is gestart. Ja, dat is knap. Rijdend voor Lazilek. Ja, het is ook een grote uitdaging natuurlijk voor iedereen als zij er is. Ja, want ze is gewoon heel snel. Er wordt nog breed gekeken, hè? Karin Kleibeuker weer naar voren. Karin Kleibeuker, 72 rondes nog te gaan, zij aan de leiding. Ja. Je ziet, is dat Anne Lelt nu nog op? Ja, jong Grietje. Er zit een ontzettende motor in. Ik denk als die 2 jaar verder is, gaan we nog wat van zien. Komt wat, Iris weer. Wat maakt haar zo goed? Zij is fysiek heel sterk. En toch is dat ook wel vreemd, want in deze wedstrijden wordt er natuurlijk een kleine 3 kwartier gereden. Maar ze moeten wel de motor hebben voor de grote wedstrijden. Absoluut. Iris van der Stelten. Marijke Groenewacht. Maar om in deze 3 kwartier het verschil te kunnen maken, dan heb je ook een grote motor nodig. Iris van der Stelt won deze zomer de Brentjes Classic, een MTB-koers. Ja. En ze heeft wat wedstrijden ook gereden op de mountainbike, wat ze enorm leuk vindt. Ja, bijna net zo leuk als marathon schaatsen, zei ze. Kan je nagaan. Ja, ze had ook maar 3 of 4 keer op het ijs gestaan voor de vorige wedstrijd. Ja. Mooi om te zien dat er veel wordt aangevallen. Dat betekent dus dat de wedstrijd hard wordt gemaakt. Mm-hmm. Even voor uw beeld, dames en heren, thuis. Op dit moment 33-1 in de ronde. Dat betekent 43,4. Kijk eens. Ja, je ziet Jessica Merkens weer reageren op Karim. Dat is wel de wegkapitein voor Emma, hè? Zeker. Hij is kapitein natuurlijk al. En Manon Kamika, vorige week keurig vieren met haar terugkomst. Was het een comeback? Of ja, ze is eigenlijk nooit weg geweest. Hè? Ja, ik weet niet of je het een comeback mag noemen of kunt noemen. Maar ik denk wel dat ze de sport op dit moment anders beleeft. Ik begreep dat ze werkt in een sportschool. En dat ze trainster is van RTC Midden-Nederland, skileren. En zelf veel rijdt natuurlijk. Precies. Dit is een interessante aanval met Anne Thalmer, winnares voor de 200 kilometer. Kelly Schouten, die weet ook wat winnen is. En Irene Schouten, een soort family business, maar dan anders. Anne Thalmer, dat Nederlands kampioen op de MTB, op de mountainbike. Zeker, ik geloof top 10 in de WK. WK. Multitalent. Absoluut, supersterke meid. Een reactie erachter in het rood-wit van MKB zit. Zie je, ze wil meer mensen mee hebben. Dan zien we Kelly Schouten, Anne Tauber, Irene Schouten, Ines van Stelt, Chantal Hendricks, Laura van Ramshorst.
Francesca Lollobrigs, de Alet, Nicky van Leeuwen, Duwertje van Kalken, Anneke Peters, Marijke Groenewoud en maar door. Marijke Groenewoud, een dame die in de jeugdcategorie alle NK's heeft gewonnen. Megatalenten. Reed één marathon vorig jaar en stond meteen op het podium. Maakt het de andere dames ook heel erg moeilijk. Ja. Als je elk NK op het podium staat, dan heb je klasse. Een mooie aanwinst voor de marathon. Ja. Rijden bij Royal Engel. Emma Engels schuift nu ook weer naar voren. Ja. Wil zich niet laten verrassen. We hebben het er even kort over gehad. Vorige week een valpartij. En dat betekent ook dat Bo Wagenmaker op dit moment thuis zit. Krijgt een rode kaart met een schorsing erbij. Maar die... We zien hier dat de dames dicht op elkaar zitten. Mm. Maar zo'n valpartij is gevaarlijk, hè? Dat is heel gevaarlijk. En ook niet zonder gevolgen. Jade van der Molen die zit thuis. En ik begreep dat Achie Walsma op dit moment nog een hechting in haar enkel heeft. Overhouden aan de valpartij, maar het belemmert niet op straat. Bo maken trouwens zelf ook. Oké, vervelend. Ja, Achie Walsma. Het heeft een heel nieuw palet aan kleuren in de pak. Mm-hmm. Maar de roze handschoentjes zijn nog niet verdwenen. Nee, ik hoorde het. Je moet toch altijd even zoeken naar haar. Omdat ze nu een ander pak heeft. Ja, dan rijden we nummer 20. Mooie aanval dit. Ja, met Sarah Anja van Vliet en Denise van der Hulst. Twee jonge meiden. En je ziet als je in een aanval bent geweest dat je alle zijden bij moet zetten om weer bij te komen. Want Karine rijdt kop en dan gaat het gewoon weer hard. Ja. Is dat waar ook veel op getraind wordt, deze intervaltechnieken? Aanvallen, terug. Hoe deden jullie dat? Ik geef nu zelf training in Zuid-Holland. En de schema's worden daar de koert Wubbe geschreven. En we doen heel veel wisselduur. Dus dat is 20 ronden beide. 400 meter aan, 400 meter rustig. 400 meter hard, 400 meter rustig. Dat soort dingen doen we heel veel. En dat is ook nodig, omdat het in de wedstrijd gebeurt. Ja. Merel Bosma daar, die de aanval kiest. Ze krijgt alleen nog niemand mee. Dat is jammer. Maar wordt wel gekeken. Laatste lek kijkt. En niemand gaat mee. Nee. Het is jammer dat er nu niemand meegaat, want dit zijn wel mooie acties. Rosa Blokker meldt zich voorin. Ja. Ah, ze pakt meter na meter hoor. Mm-hmm. Ja, kun je het omkijken naar elkaar. En dit is toch wel vaak wat we hebben gemist. Hè? Dat, nou, meestal gingen er ook ploegen die met heel veel respect gesproken natuurlijk voor de top 20 plekken reden. En die gingen dan zo'n gat wegrijden. Terwijl de druk volgens mij op dit moment op de grote ploegen moet liggen. Absoluut. Ik ben ook blij dat het nu niet gebeurt. En dat iedereen zijn benen stilhoudt. Want ja, het is toch eigenlijk wel aan een grote ploegen inderdaad. Ja, Nicky van Leeuwen. Met Ankie Ietsma. Maar ook die laten ze nu gaan, hè? Ja. Interessant. Ja, ik denk dat iedereen en Francesca kijken denk ik, naar elkaar. En ik weet niet waar Karine is. Hier Merel Bosma rijdt richting start-finish. Nicky van Leeuwen, Ankie Ietsma. Ankie Ietsma heel goed altijd op natuurreis. Ja, stond op het podium, hè? Ja. Op de 200. Ja, verschillen binnen de 2 seconden. Wie zie je op koprijden daar met 33? Is dat Lieke Splinter? Ja, Lieke Splinter namens de A6-formatie. Ja. Back in the bunch was ze dat zo mooi noemen. Ja, precies. Ja, vooraf spraken we natuurlijk even met Janneke Ensink. Verrassend dat ze hier is. En benieuwd hoe vaak ze al geschaafd heeft. Ja, we staan hier bij Janneke Ensink. Janneke, vorige week was je er niet. Waarom niet? Dat kwam voor mij net te vroeg. Ik heb het WK wielrennen gereden. En ik wil eerst wel even goed rust nemen voordat ik weer marathons ging schaatsen. Ja, en vandaag ben je er wel. We zagen eigenlijk wel dat we vorige week iemand miste die ten aanval trok. Jij gaat dat vandaag wel veelvuldig doen, denk ik. Ja, normaal gezien ben ik wel van de aanval. Ja, dat is voor mezelf leuk en voor het publiek ook.
En ja, we hebben ook de ploeg ervoor om aan Valen te koersen. Ik heb inderdaad de livestream wel even terugbekeken. Er was al een beetje afwachtende koers. En ik hoop dat de meiden net zo overdenken dat er meer meiden vandaag in de aanval gaan. Maar je ziet het vaak, de eerste koers is vaak wat afwachtend. Dus ik denk dat je vandaag een andere koers gaat zien. Ja, je zegt je hebt een heel druk wielerseizoen achter de rug. Heb je al veel geschaatst überhaupt? Dit wordt de derde keer. Maar dat maakt jou niet uit, toch? Normaal gezien heb ik niet zoveel ijsuren nodig, dus we zullen het zien. Maar ja, ik doe het vooral op mijn plezier en gewoon even, net even een andere trainingsprikkel. Ja, en dit is de tweede wedstrijd van het seizoen. Hoe vaak gaan we jou deze winter op het ijs zien? Ik moet het nog even overleggen met mijn trainer, maar normaal gezien denk ik toch rond de 8 à 9 wedstrijden te kunnen rijden. Ja, en dan met name voor de Wijze Zee? Ja, klopt. Alles voor het NK, dus voor januari, zal ik normaal gezien bijna allemaal gaan rijden. En daarna wordt het heel lastig. Ja, en met wie hou je vandaag heel erg rekening? We hebben natuurlijk gezien dat Irene Schouten vorige week heel snel was. Op welke dames let je nog meer? Ja, ik let niet zozeer op Irene Schouten. Weet je, in de sprint zijn gewoon torenhoge favoriet, dus daar let ik niet op. Ik heb me amper op het ijs staan, dus ik heb sowieso 0,0 snelheid. Dus voor de sprint hoef ik ook zeker niet te gaan. Het zal ook niet voor mij een sprint gaan worden. Dan zal ik ook voor een ploeggenootje voor mij gaan. Dus ja, ik ga niet echt op iemand letten. Ik ga gewoon zelf de koers gewoon hard proberen te maken en proberen om juist de eindsprint te ontlopen. Voor wie ga je de sprint dan aantrekken? Voor mijn ploeggenoot Loes Aardegeest. Voor haar is dit de thuisbaan, dus voor haar gaan we de sprint doen. Succes. Dankjewel. Ja, u hoort het drie keer schaatsen en dan al zo weer meedoen. Ondertussen in de wedstrijd hebben we een nieuwe groep die langzaam metertje voor metertje terugkomt. U ziet ze in beeld met Imke Vermeer, Jessica Merkers, Anna Tauber, Irene Schouten, Francesca Lollobrigida, Iris van der Stel, Janneke Enzink, u hoorde haar net, Kelly Schouten en Marijke Groenewoud. Dat lijkt me een droomgroep. Het is een sterke groep die zomaar ruimte zouden kunnen krijgen. Topfavoriet zit erbij. Het verschil wordt nog niet gemaakt. Ik ben benieuwd wie dit wil rijden. De groep wordt wat groter, maar daarachter is het heel onrustig. Hè? Ja. Dan Kamiga onder meer erbij en dan Loes van de Geest. Achie Walsma wil dit niet laten gebeuren. Hier rijdt de boel dicht. Dit was wel een groep dames die elkaar hadden gevonden wat erg interessant was. Zeker. Grote kans dat hieruit straks nog een keer een aanval wordt geplaatst. En een grote kans dat wel wegblijft. Ja, Irene Schouten. Ja, die wil wel. Irene Schouten gaf van de week ook aan in, samen met de interverkeerde Kelly Schouten. We waren net ook al samen. Francesca Lollobrigida reageert, Marijke Groenewoud, Anne Tauber, zelfde dames van net. Maar Irene Schouten gaf aan van de week in de krant dat het saai was, afgelopen wedstrijd. Daar kun je dan ook zelf wat aan doen en ik denk dat ze dat nu aan doen is, hè? Daar kun je zeker zelf wat aan doen. De snelste ronde gereden door Manon Kamiga, 30-6. Dat betekent 47 kilometer over die ronde. En de gemiddelde rondetijd op 34.05. Ter vergelijking de snelste wedstrijd werd ooit gewonnen in 32.05. Dus dan wordt er hard gereden hier, hè? Er wordt hier hard gereden, zeker. Speaker meldt dat we zometeen gaan sprinten voor premies. Natuurlijk altijd ter beschikking gesteld door grote sponsors, kleine sponsors. Maar er wordt altijd voor gereden. Ja, het zijn toch leuke extra's. Wordt het bij de dames ook als koffiegeld gezien? Dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, bij de mannen wordt het wel als koffiegeld. Dan moet het in de koffiepot. Maar sommigen kunnen wel heel luxe koffie drinken. Of voor de chocola achteraf? Ik denk het wel, ja. Hier weer het positioneren. U zag even de handjes naar buiten gaan. Het blijft altijd een strijd, hè? Train je erop of moet je dat gewoon kunnen? Ja, ik denk dat je er een klein beetje kan trainen, maar het is ook een manier van schaatsen die je hebt. Sommige mensen maken lange raakklappen. Nou, Karien Kleibeuk als voorbeeld. Die rijdt graag voor of achter in het peloton. Vaak zie je de kleinere, compacte rijders. De Nicky van Leeuwen.
Hier voorop? Precies. Gaat voor de sprint. De goedbom wordt omgeroepen. Ja. Ja, ik zie erin voor Rosa Blokker en Nicky van Leeuwen. We mogen zich de afloop melden. Maar ze gaan wel door gelijk. Uitslag ook officieel wordt er hier omgeroepen. Tiede Bennis, Rosa Blokker en Nicky van Leeuwen. Officieel mag ik nu zeggen, de eerste premie naar nummer 67, Tiede Bennis. De tweede. Maar de dames die... Nou, ze gaat gewoon door, hè? Op hem, Karin. Ja, die neemt Ineke Derde mee. De dame is ingelopen aan de buitenkant. Die gaat de wedstrijd verlaten. Als u volger bent, weten we dat wanneer een ronde wordt ingelopen door de grootste groep in de wedstrijd, dat je de wedstrijd moet verlaten. Kleibeuker, Derde Blokker, Lolo Britsida is alert, hè? Voor de eerste keer hier in Nederland weer in de wedstrijd is ze scherp. Ze is ontzettend scherp. Maar ik verwacht niet dat ze stil heeft gezeten afgelopen week. Nee. Hoe wapen je daartegen? Als je juist als coach langs de kant, hoe zeg je van, hey, daar moet je op letten? Ja, iedereen weet natuurlijk dat ze gewoon goed is. Ja, je weet dat zij goed is. Je weet dat iedereen op haar rijdt. Dus eigenlijk de hele peloton rijdt haar valpartij. Ja, u zag het zo uit beeld vallen. Dat is het verschil met vorige week van Amsterdam. Want daar vielen ze en bleven ze liggen. Ja. De dames zelf noemden het een skiller valpartij. Dat zag je ook. Want sommige sprongen over elkaar heen. Dat lijkt ons samen met de schaatsen niet zo leuk. Onder meer slachtoffer is Ramona Hardy. Je ziet ook, in Amsterdam was het ijs heel stroef. En dan zie je ook dat er niet doorgegleden wordt. Ja, en nu gingen ze gelukkig tussen aanhalingstekens de boarding in. Iris van der Stelt met Marijke Groenewoud, erg actief. Zie je dat Kimberly Mus zich ook meldt? Ja, tegenwoordig voorzien van dreadlocks. Het was wel een vraag als we een nummer konden aanvragen bij de DJ. Dat we graag Bob Marley horen. Ja, toch jammer dan die helmen, hè? Dat we dat niet zien. Ja. In schouder. Okay. Met Francesca Lolo Blitje daar. Anne Tauber erachteraan. Anne Tauber heeft overigens de eerste wedstrijd niet gereden. Nee. Ze was nog aan het rusten van haar MTB-seizoen. Meer voorinhakers, die wil dit niet laten gebeuren. Ja, Palet Schilderwerken moet zich natuurlijk melden voor hun. Ja, het is jammer hoor dat Jade er niet is. Ze was een goede rijdster voor hun en ik denk dat ze er erg mis op hebben. Nou, ze is hier wel, alleen ze liet heel trots haar hand zien. Er zit nu een spalk omheen, dus het grip van vorige week zaterdagavond is eraf. En dit is wel het verschil met vorige week. Je ziet nu dat de wedstrijd zo hard is dat de dames in de achterkant in de problemen komen. Klopt. Buiten uw beeld, dames en heren, vallen veel dames af. We zijn nog niet eens halverwege het koers, hè? Ja, je ziet gewoon dus dat het tempo zo hoog ligt. En niet iedereen kan dat volgen. Karin Kleibeuker maakt de wedstrijd weer hard voor Ineke Derde, Merel Bosma. Esther Kiel erbij. Lieke Splinter. Maud Wijdkamp. Lieke Splinter, vorige week wel echte comeback. Is moeder geworden, is gestopt, kwam er in de regio. Ging rijden met Dominique van der Stelt. En ze bleek zo goed te zijn dat ze regio-wedstrijden begon te winnen. En nu weer hier terug. Vorige week viel ze, daarom was ze niet in de top. Helaas.
eerste Q. Ook voor u te vinden. Je ziet dat de peloton nu op een lint gaat. Dat betekent meestal dat de snelheid hoger ligt. De 40 rondes nog te gaan betekent dat we halverwege zijn. Er zijn veel dames al kwijt. Ja. En Karinka Leibeuken maakt de wedstrijd echt heel hard hoor. Super knap. Hoe zij dat altijd kan, hè? Er zit zo'n motor in haar. En zo naar ervaring in haar lichaam. Maar ik vind het ook heel knap dat ze het nog steeds doet. Ja, van de week was de ploegpresentatie. Kijk, Irene Schouten komt van achteruit het peloton. Gaat er vol langs, denk ik. En die wil koers maken. Ik vind het mooi om te zien dat Irene het zelf doet. En kijk, daar gaat ze. Ja, samen met Lies Aardegeven, ja. Achie Walsma en Emma Engwerts ook mee. Precies. Ja, het is goed hè, als je nog kritiek levert in de krant, dat je zelf die handschoen oppakt. Absoluut. Dan zijn handschoenen verplicht bij Marathon Schaatsen, maar toch. Overigens vind ik die meiden van Speelman Haak, Loes Aardegeest, Vera Otte. Ik zag ze vorig jaar al af en toe. En die laten ook wel zien dat ze er zijn, willen rijden. Ja, waren vorige week ook goed. We hebben natuurlijk wat de dame erbij, hè? Dus Janneke Ensing. Mm-hmm. Nou, voor Janneke is het ook fijn dat die meiden het niveau nu zo goed aankunnen. Dus Hogeveen, vorige week een puntje gepakt, twee puntjes. Het tempo, oh, dit is een grote groep. We gaan nu zo meteen doorgeven wie er allemaal in zit, want nou, daarachter lijkt het even te breken. In ieder geval aan de leiding zit Emma Engwerts. Die er niet bij zitten, zonder meer. In ieder geval Emma Ingers, Taal Anne Touwen, Miran Bosma, Loes Aardegeest, Irene Schouten, Marijke Hendricks en Groenewoud. Dat betekent dus dat Karin Kleinbeuker er niet bij zat. Klopt, inderdaad. Wie maakt de oversteek? Manon, zit ook naar voren. Kijk, daar is Karin. Ja. In één keer gepakt. En die gaan door hoor, met Iris erbij. Maar Rosa Blokker en Kimberly Mussen, die zien het gevaar, die willen nog aansluiten. Ja, en wat je wel kunt doen met zo'n grote groep, is natuurlijk een andere groep elimineren zoals we vorige week bij de heren zagen. Als dat bij de dames zou gebeuren, dat is wel heel bijzonder. Deventer, altijd een mooie wedstrijd. Nou, wat je nu ziet is, ik denk dat de peloton wel weer bij de groep gaat aansluiten, maar ze blijven voor koersen. Dus het kan ook dat het voor nog een keer gaat breken. Ja, met Karin Kleinbeuker, Iris van der Stelt, nou. Janneke Ensing. Hoeveel zijn het er? 31 is de voorste groep. Dus Kimberly Mussen, Rosa Blokker hebben nog aangesloten. Achtervolging wordt geleid door Dominique van der Stelt. En de tweede groep is 30 dames. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Ja, voorin wordt gekoers nu, hè? Individuele. Anneleen Zijl, Anne Tauber erbij. Anneleen Zijl, de dame uit de Lelystad oorspronkelijk. Jessica Merkel is er weer tussen. Ja, en nou moet je durven koken, hè? Want dit is natuurlijk wel, als je dit laat rijden, wordt het lastig voor een Royal Ewer. Zeker. Of een MK Basic. Maar goed. Het is aan hen om dicht te rijden. Maar Mastermind is natuurlijk ook gewoon een toploek, hè? Precies. Merel Hosma zit er wel achter. Maar alles zit wel weer bij elkaar. Maar betekent ook, dames en heren, dat we weer aan de achterzijde allerlei dames kwijtraken. Onder meer Marloes Hogeveen. En ook Nienke Peneka, Ben Andel. Ik ben wel
wel verrast door Anna Tauber in haar eerste wedstrijd weer. Ierke Derde. Ik heb geen Tamiga voorin. De schifting heeft wel geleid dat we nog maar met 57 dames zijn. We begonnen met 77 dames. Het heeft wel effect dit. Het heeft zeker effect. Het gaat zo hard. Ja, we gaan langzamerhand naar de gemiddelde rondetijd van in de 33. Touwen wil hem overgeven, maar Manon wil niet. Zegt laten we iemand anders. En daar komt Iris weer, die wil altijd. Nou, zo heeft ze vorig jaar natuurlijk ook gewoon de cup gewonnen. Zeker. Alle tijd rijden. Het is een enorm strijdlustige meid. Suzanne van de Geest daarachter. In haar nieuwe bak. Zusje van Lisa van de Geest, die ontbreekt nog door de schorsing. Maar was blij dat ze van de week weer in Tiof kon trainen. Vorige week werd het al gezegd dat Marleen zei, geloof ik, team Netflix wordt goed op elkaar ingespeeld. Ze zitten hier bij elkaar. Je ziet het ook gebeuren. En worden ook langzamerhand en ook volwassener in de sport, hè? Zeker. Meiden worden ook volwassener. En gewoon op een grotere motor. Kunnen langer mee. Je ziet ook dat marathonschaats ook een sport van ervaring is en van jaren. Steeds allerlei dames hier die door startfinish komen en zwaaien naar de jury. Niet omdat ze het leuk vinden, maar omdat het einde wedstrijd is. Wat zeg je dan als iemand in de wedstrijd naar jou toe komt? En ik kan niet meer, ik ben op of wat dan ook. Of zeg je van joh, ga lekker zitten, neem wat te drinken en we gaan door met de wedstrijd? Of is het bij dames anders? Nou, het is een schouderklopje en na de wedstrijd zien we elkaar weer. Als ploegleider heb je ook voor de dames in de wedstrijd altijd als eerste. Achterin het peloton, nu ook Pilstra. De Peters uit erachter helaas. Ja, voor het team altijd koers. Vorig jaar was dat nog de Koga-formatie. Helaas hebben die afgehaakt. Kimberly die wil wel. Die rijdt als een gek. Die rijdt gat dicht. Ja, Vera Otte, Mera Bosma en Imke van Meer. Kimberly Moussen. Mera Bosma. Ja, van MK Basic. Ja, weer een groepje wat los brengt. Ja. En je ziet nu Irene en Lolo zijn aan het pokeren met elkaar. Ja. Imke van Meer. Kijk. Gelijk Groenewoud valt aan en Lolo Brice duikt er gelijk achter. Waardoor Irene er natuurlijk ook gelijk achter duikt. Ja. De groepen staan er 12 dames. Imke van Meer, Vera Otte, Merel Bosma, Kimberly Musse, Inge Moster, Sidde Bennis, Lieke Splinter, Janneke Emsen. IJs Elzinga, dat is natuurlijk wat anders dan Janneke Emsen. Loes Aardegeest, Esther Kiel, Maud Wijdkamp en Laura van Ransvoort. Maar u ziet het. Het valt even stil, alles weer bij elkaar. En we gaan gewoon door. En dat doen we met Loes Aardegeest en Esther Kiel. Esther Kiel rijdt ook een goede wedstrijd veel voorin, hè? Mm-hmm. Ja. Gaat technisch ook erg goed. Geel bandje onder arm. Ja. Betekent dat je in de binnenbaan start. Ja, het is heel kleurrijk geworden. Hè? Heel kleurrijk. Het is ook even wennen. Wie is wie? Ja, als je nu nog maar één kleur hebt, dan wordt het weinig saai. Maar wel voor ons heel makkelijk. Ja, precies. Wijkamp nu aan de kop.
is nog maar 23 rondes. Hoe lang heb je echt minimaal nodig om een ronde te pakken? Om een ronde te pakken? Ja. Een rondje of 25? Dus het wordt kritiek. Er gaat nu geen ronde gepakt worden. Er kan nog wel een goed weg blijven. Dat is natuurlijk ook leuk. Hij is zojuist een aantal keer hard aangevallen. Ja, en er is een groepje gevallen met onder meer de dame in het witte pak daarbij. Dat is zonde. Bianca Bakker. En ik zag daar ook een mastermijn dame erbij. Ja, zometeen voor uw monsteren hier in de startfinish die het zijn geweest. Bianca Bakker weet weer aangesluiten. Vorige week derde in Amsterdam. Beste jongeren op dit moment van de leiding. Amatouwen. Jessica Merkens. Ja, Jessica Merkens. En ook Elske Lennis. Mijn farming. Maar het over aan de voorkant. En die, dat is mooi, hè? Die gaat de strijd aan met Karin Kleiber. Ze kleurt spinnetom. Wat Tauber die vorige keer op de wijze zijn. Natuurlijk won. Maar de eerste aanval was toen van Karin Kleinbeuken en Lisa van der Geest. Die gingen geloof ik uit de start al weg. Jessica Merkens probeert nog terug te komen. Ja, iets belangrijk voor Engels in de sprint. We noemden het al eerder in de wedstrijd wegkapitein. Kijk, die gaat oplossen. Daar is Janneke Enting met Achie Walsma in de kielzoop. Ja, het verschil is vies. Anne Lels op kop van het peloton. Die zal opdracht hebben gegeven van Manon om het dicht te rijden. Het is toch wel mooi, Janneke Enting. Drie keer op het ijs gestaan. Knap, hè? Anne Tauber moet er nu af, die gaat niet mee. Ik zie Jessica Merkens nu rechtop staan, die heeft hem niet gered helaas. En Sint Walsma, Tauber naar achter. Tauber, yes. Maar naar achter is met Anne Letts, Francisca Lollobrigida, iedereen Schouten, Maron Kamminga, Kelly Schouten, Emma Engels. Ja, daar missen we één ploeg daarin. Ja. En daar wordt de oversteek al gemaakt door Merel Bosma. Ja, hier is de stijl met ver naar achter. En nu weer op een positie dat alles weer mogelijk is. En de dames gaan ook naar buiten. Karin Kleinbouw kan aan de buitenkant, meldt zich weer. Gooit de tempo nog een keer omhoog? Ja, het blijft rondjes 32-2 rijden nu. Alsof het een training is voor volgende week voor de plaatsing voor de World Cup. Als ze daar allemaal 32 rijdt. Dan rijden een hele mooie tijd op de 5 kilometer. Zeker. 34-0 in de rondetijd gemiddeld. En we hebben nog 16 ronden. Kijk, en daar is Iris weer. Geschoten. Ja, samen met Laura van Ransels en Imke van Meer. Iris van der Stelt en Imke van Meer kennen elkaar door en door. We hebben samen gereden bij de schaats. Meiden, geloof ik, hè? Ja. Ja, het oude MKB-systeem. Het oude MKB-systeem. Die meiden van Sier zitten ook nog allemaal goed in koers. Die hebben natuurlijk ook een paar sprinters erbij. Bianca Bakker komt nu naar voren.
Net nog helemaal naar achteren door de val. Erika derde. Ja, nu is benieuwd. Gaan ze treintjes maken? Krijgen we een mooie lead-out? Of gaan we dan toch kijken van wie het sterkst is? Francesca Lola Brici daar. Die specifieke slag en dan meteen die handjes op de benen. Heb je enig idee waarom ze dat doet? Ik denk dat het een rustmomentje is. En dan even je rug ontspannen. Even de rug ontspannen. Ze staat dan ook echt even op twee benen op de ijs. Kijk, iedereen gaat naar elkaar kijken. Het is positie kiezen. 14 ronden te gaan. Siers heeft natuurlijk een aantal hele snelle dames. Bianca Bakker, Kelly Schouten, Siers Plus. Natuurlijk Bianca Rozenboom. Margot van der Merwe. Margot van der Merwe. Die er overigens vandaag niet is, zag ik. Of ik dacht het te zien. Nog niet in de lijsten gezien inderdaad. Palet meldt zich voorin. Ah, en Emke Vermeer kan natuurlijk ook meesprinten. Emke Vermeer, ja, die won een mooie schielenwedstrijd dit jaar. Ja, die won Hallen. Niet misselijk om die te winnen. Ja, Pien Keulstra. Kijk. Hey, dat is mooi. Er waren mensen die zeiden, waarom krijgt Pien Keulstra een landelijk nummer? Nou, ik denk hierom, hè. Precies. Ver in de finale, 13 rondes nog te rijden. Daar hebben we natuurlijk een geweldige 5 kilometer en 3 kilometer ook kon rijden in het verleden. Bij World Cups. En laat gewoon hier even zien, ik ben er gewoon nog en ik meld me voorin. En dan is het weer. De dame die altijd en overal hard rijdt. Karin Kleibeuken. Ja, Marijke Groenewoud achter. Ja. Die ook ontzettend goed kan sprinten. Ja. Ja, heel goed ook op de inline skate. En dan ook afstanden waarbij je echt moet vechten om je positie. Kijk, IM Farming vormt ook een treintje. Die zoeken elkaar op. IM Farming die zichzelf ploeg der ploegen noemt. Ja. Staat ook op hun kleding. Ja. Leuke ploeg. De dames hebben hem zelf opgezet. En het resultaat is er nou. Zeker. Zijn begeleidingsteam serieus bezig met die meiden om ze beter te maken. En het loont. Ja, we zien nog steeds op kop. Karin Kleibeuken maken. Groenewoud. Ineke derde daarachter. Waar? Iris van der Stelt vlak daarachter. En dan hebben we het treintje met Lolo Brici daar. Met Irene Schouten. Chantal Hendricks ook voorin. Mm-hmm. Britt Chalma, Anne Zijl, Nieke Smit, Emma Engels. Nou, allemaal dames. We gaan kijken. Positioneren nog maar 10 rondes. Kijk, Janneke Enzing ook naar voren. Die van buitenop. Karin Kleibeuken. Kijk, Janneke wil ertussen. Ja, lukt dat haar? Even opletten. Ja, daar zit handje ze. Gaat uit, handje mag niet. Handje gaat uit op het been, dat kun je niet afzetten. Dat is een oude indianentruc. Ja. Maar die wil bij de ploeggenoot zitten. Ja. Dan zie je dat Janneke daar wordt er komt ertussen. Sok even. Ja. Ja, en die Unfarming trein die heeft het zwaar daarachter. Ja. Ik zie, want die rijden extra meters zo. Hè? Ja, die willen we nu ook achter. Ja, Karin Klaar, Janneke Enz zit voorin, Middel Bosma, Iris van der Stelt, Imke van Meer, Loes Aardigheid, Marijke Groenewijk, Anne Taube. Iedereen die mee wil gaan sprinten, meldt zich nu voorin. En u zag het net hoe dat gaat, hè? Handje op het been, dat kun je niet afzetten en dan kom je er langs. Alhoewel, in dit geval lukt het niet. Indrukwekkend van Karin Kleibeuken. We weten het, maar het blijft elke week toch. Ja, als je hier de Janneke Enz zit nu wel op positie 3. Ze zei in het interview, ik ga niet mee sprinten, ik trek de sprint over Loes Aardigheid. Je ziet, Loes Aardigheid kan er helaas niet tussen. En zij zit er wel. Je ziet een mastermijn bij de hoofd verzamelen, ondanks dat Jessica natuurlijk niet meer bij zit. Maar goed, die hebben natuurlijk ook nog een Marijke van Toenwoud kan binnen voren. De lijst in het algemeen klassement. Kijk eens, we rijden inmiddels rondetijden 34-0. Marijke Groenewoud zit er ook ertussen. Ja, maar die is zo handig. Ja, dat komt toch uit het schieten, hè? Die kijkt en die vindt de plaatsje.
Achter in de tweede rij wordt ook geklopt. Mastermind de Siers. Ja. Hey, kijk, Lode Brizia zit niet achter Irene Schouten. Nee, die zit achter Miran Bosman. Ja. En ik denk dat ze daar niet content mee gaat zijn. Daar gaat Siers. Kijk. Chantal Hendricks gooit de aanval erin. Die moet tempo gaan maken, tempo moet omhoog. Keurig. Die zeggen van, ja, Karin, het is super wat je doet, maar het gaat ons te langzaam. Siers nu aan de leiding met Chantal Hendricks. Karin Kleibeuker. Stoïcijns rijdt daar rommel en rijdt er wel weer naartoe. Vijf rondes nog te gaan. Hendricks, nou Siers. En die hebben er een hele trein met sprinterde dames achter. Kijk, wat Chantal nu doet, is ze creëert ruimte. Dus ze trekt het een beetje uit elkaar. Komt weer een treintje van Mastermind. Hey, kijk, daar hebben we Jane Raafstein. Oh, dat zegt nu ook. Die wil hem wel aantrekken hoor. Jouw pupil. Ja, is dat een dame die zich opoffert voor de ploeg? Ja, Jane is echt een ploegdier. En zal altijd de ploegplan voor opzetten. Overigens lag ze vorige week in de valpartij erbij. Ja. Was ze niet blij mee. Knap wat ze hier laat zien. Engels Nicky van Leeuwen. Ja. Met Flo Peters ook voorin. Met Jere Bennis, Susanne van der Geest, Esther Kiel. Dat betekent dat de sprintdames iets achter zitten. Ja. Mastermind is aan het verzamelen. Nog voorin. Die doen dat goed. Het is een interessante finale. Mastermind nog met twee. Merel Bosma voor MKB's. Francesca Lollobrigida zit erachter. Ah, Anne Tauber, ja, die doet gewoon mee. Hoor. Die gaat gewoon mee doen voor de valpartij. Ach, hier Bosma. Mastermind nog steeds onder leiding. Ja. Familie Stuut heeft een hartslag van 180 op dit moment. En die staan gewoon stil. Ja, Merel wilde langs en die komt er net niet langs. Nee, die neemt de dames van... Ja, kijk eens wie daarbij zit. Luzanne van de Feest. Keurig voorin. Ja. Nou, die Anne is ook nog goed. Merel Bosma, nu het tempo. We rijden inmiddels zonder tijden. 32-7. Dus het tempo is echt omhoog gegaan. Betekent terugkomstbel. Bosma. Bosma rijdt voorop. En Iris in de achtste positie. En daarachter zit Irene Schouten. Ja. En Marijke Groenewoud. Met Lode Brizia. Irene Schouten. Die gaat hem zelf pakken. Pak ze aan. Ja, en die hebben natuurlijk van Marijke op de tweede positie. Kijk, Marijke zit er goed achter. Helemaal naar buiten. Francesca Lode Brizia helemaal naar buiten. Zit nu achter Irene Schouten. Laatste bocht. Prima, ze houdt hem goed strak langs het kantje. Ze gaat hem binnen, ze gaat hem binnen. Francesca Lollobrigida. Ja. En dan is het Irene Schouten. Irene Schouten die haar tweede wedstrijd op de rij wint voor Francesca Lollobrigida. En op de derde plak, Bianca Bakker. Bianca, weer Bianca Bakker op podium. Die stelt de witte pak al veilig. Ja. En, ik denk dat Irene heel blij is met deze overwinning. Ja, dit was een directe. Precies. Een directe sprint. Niet nog maar. Kleine misslag van Francesca Lollobrigida. Ja, daar komt ze nog wel niet meer langs, hè. Lollobrigida grijpt ook naar de enkel. Ja, en de rondetijd van Irene Schouten was ook veel sneller. Was bijna een seconde sneller. Zo, ja. 28,59, snelste ronde. Dat is hard. En om uw snelheid is het weer de uitslag nogmaals. Bianca Bakker. Marijke Groenewoud, Manon Kamminga. Vorige week vierde, nu vijfde. Emma Engels, vorige week vijfde, nu zesde. En verrassend, Anne Tauber, die terug is. Flo Peters, inderdaad. En natuurlijk ook Tjede Bennis. Tjede Bennis. Goed, Irene Schouten, die was oranje, blijft oranje. En Bianca Bakker was wit, blijft wit. Er kwam geen groep weg, maar toch denk ik dat we een mooie wedstrijd hebben gezien. Het was zeker een mooie wedstrijd. Veel aangevallen en ook mooie groepen gezien. Ja, Marijke Groenewoud komt hier met een hele grote glimlach voorbij. Ja.
dames van Netflix evolueert al. Ja, drie lachende koppies. Ja. De tiende plek is goed voor ze. Irene, gefeliciteerd. Het was echt wel een wedstrijd waar je volgens mij iedereen schouwt en staat bij de microfoon. Ja, ik wist gewoon van tevoren dat ze bij me in de buurt zou zijn. En ik wist dat Francesca heel goed was, want ze had al op de lange baan heel snel gereden. Natuurlijk zegt dat niet altijd alles, maar bij Francesca wel. En nou, ook gewoon complimenten aan de andere dames en de andere teams. Dat die een strijd ervan wilden maken en niet af gingen wachten. Echt MK Basics, Palet, Mastermind. Gewoon de gang erin en een mooie wedstrijd van maken. En dan zie je het ook dat het gewoon een mooie wedstrijd wordt. Ja, maar de dames kunnen doen wat ze willen. Maar jij hebt Karien. En Marijke. Ja, alle twee zijn ze echt van waarde. En ik ben gewoon heel blij met ze. Gefeliciteerd en geniet ervan. Dankjewel. Ja, een blijde iedereen schouten natuurlijk met de overwinning. Ze gaf kritiek, maar ze logen straft het zelf. Hè. Veel aangevallen, veel gedaan en dan winnen. Mooie wedstrijd gereden. Een mooie wedstrijd. Hè. Wat biedt dit voor mogelijkheden voor het seizoen? Ik zie veel aanvallen. Dus wat mij betreft gaan ze zo door. Ja, dus de top 10 toch wel wat je al zei. Hè. Maar daarachter ook Loesander van der Greef, Laura van der Hansen, Tessa Snoek, Janneke Emsink. Kwamen dit keer niet aan, iedere keer derde. En zo hebben we toch ook veel jonge dames die zich melden. Ja, je ziet wat nieuwe dames of die voor het tweede of derde jaar rijden. En langzaamaan stromen die door. Goed om te zien. We zien de dames nogmaals. Zij evolueren, bespreken de wedstrijd al even kort. En wij gaan er even uit, want we zijn straks terug voor de wedstrijd voor de mannen. Kijk, als Sjoerd Huisman zijn oranje pak kan behouden. Sjoerd en Hertog, mijn excuus daarvoor. In ieder geval, uitslag nu helemaal officieel. Irene Schouten, Francesca Lodobrica, Bianca Bakker. De jury heeft daar de handtekening onder gezet, dus geen onreglementaire zaken. Nogmaals, Linda, dankjewel. Graag gedaan. En wij zijn zometeen terug bij de wedstrijd voor de mannen. Direct langs de A6 bij Lemmer vind je A6.nl. Met meer dan 300 jonggebruikte occasions daadwerkelijk groot in auto's. Ga eens langs of bezoek de website a6.nl.
wil die naar het midden toe komen. Want we zijn natuurlijk trots op de Deventer IJsbaan. We zijn trots op de DC Deventer IJsclub. We zijn trots op al die grote namen die zich hier hebben ontpopt. En grote schaatsers en schaatsers zijn geworden. Dus onze VIP-gast graag naar het midden toe. Als ik dichter, ja, als ik dichterbij kom, doet dit wel. Ja, dat is goed. Dames en heren, mag ik aandacht voor een bijzonder moment. Vanavond hebben we namelijk een speciaal gast in ons midden. Hij staat hierbij. Voor de schaatsliefhebbers weten we natuurlijk of we het hebben. De marathonschaatser die een speciale plek ontvangt op de Wall of Fame op deze ijsbaan. Wilt u zich daarom rondom het gouden doek verzamelen? En het gouden doek, dames en heren, we zien daar de tunnel van de middeltrein en daar lopen we een stukje naartoe en daar mag u allemaal naartoe. We hebben het natuurlijk over een Gelderland geboren schaatskampioen met meer overwinningen op zijn naam dan in een mensenleven haalbaar is. Hij was de eerste schaatser die in Elfstedentocht op platschaatsen reed. Weet u al wie het is? Tijdens zijn maar liefst 20 jaar durende schaatscarrière wist hij zegens op kunstijs, maar ook op natuurijs te bemachtigen. Dames en heren, naast mij staat natuurlijk een grootheid nog steeds. En ik wil een fantastisch applaus voor hem. Jan Maarten Heideman! Jan Maarten, ja, dit is natuurlijk iets unieks. Dit is prachtig. Je ziet hier allemaal grote schaatsers voorbij komen. Schaatsers zoals Steenbaas, Keizer, Kalerijn, Achterreken. Ik zie daar Gerrit van der Velde en daar komt dan een marathonschaatser bij. Dat moet het een geweldige eer zijn. Ja, dat is wel een geweldige eer. Ja. Maar dan, soms dan denk ik ook wel eens, dan voel je misschien een beetje te veel eer gegeven. Er zijn zoveel mensen die zoveel tijd en energie in het schaatsen stoppen. Dus de hele baan had wel vol kunnen hangen met allemaal mensen, bijvoorbeeld Willy Klunder. Ja, er zijn zoveel mensen die zoveel voor het schaatsen doen. Maar goed, ik denk dat jij ook een transitie hebt gedaan binnen het schaatsen. Onder andere met je klapschaatsen. Je was altijd bezig met techniek, je was altijd bezig met snelheid. Hoe kan het een seconde sneller?
en Jan Heideman heel wat voor de schaatssport heeft betekend. En dan is het niet zo'n eer, dan is het een verdienste. Ja, nou, het is in ieder geval, ik ben er wel blij mee, ja, klopt. Goed, jij gaat zo meteen naar Iris en eens even kijken, Jan Martin is hier. Jan Martin is, ja, ik zie hem aan de overkant. Jan, kom er even bij. Jan Martin. Goed, natuurlijk altijd coach van Jan Maarten Heideman. Jan, en nu komt er in één keer de Wall of Fame en dan komt Jan Maarten Heideman daar een prachtige plek bemachtigen. Hij verdient het toch? Ja, en ik stond zelf te wachten bij het doek. Ik zag jullie ineens eens hier staan, dus ik denk ik moet even de baan over. Maar ik denk als iemand het op deze Wall of Fame nog ontbreekt, dan is het Jan Maarten wel. En het is natuurlijk recordhouder overwinningen bij de marathon. En daarnaast is het denk ik heel bijzonder dat Jan Maarten ook de enige was van al die toppers waar eigenlijk niemand tegen was. Hij heeft eigenlijk altijd alleen maar vrienden gehad in peloton. En als hij won, dan gunde ook iedereen hem wel.